Het is woensdagmiddag 2:30. Zoals afgesproken loopt modeontwerper Pierre Dubois naar de slijperij Bollebert om zijn komkommersnijder op te halen. Bert staat dan buiten voor zijn werkplaats een heggenschaar te slijpen. Onder zijn arm draagt Pierre een in krantenpapier gewikkeld voorwerp. Zeg, dat is zeker niet om papier mee te knippen, hè? Nee. Kijk, als je grote vingers hebt, dan heb je natuurlijk niks aan zo'n klein nagelschaartje. Zeg, heb je wat te slijpen bij je? Ja, maar ik wil eerst even weten of die komkommersnijder scherp genoeg is. Is die klaar? Ja, natuurlijk, hè. 2:30 is 2:30. Kom maar. Hierop loopt de slijper de werkplaats in. Dubois, nog onwetend van wat hem te wachten staat, volgt hem naar binnen. Er bevinden zich op dat moment geen andere klanten in de slijperij. Zo. Rosa? Ja, Bert? Heb jij misschien even een komkommertje voor me, lieverd? Moet jij eens even opletten, maar hey. Ik ben heel benieuwd. Kom maar. Zo. Nou, daar gaat hij, hè? Ja, let op. 1. 2. Niet slecht. Niet slecht? Man, daar kun je een honkbalknuppel mee doorsnijden. Kom, hey, leg je hand er anders in. Ja, ik ben gekke Gerritje. Ah, kom op, doe niet zo kinderachtig nou. Hup. Leg je hand eronder, kom hier. Hey, wat gaan we doen? Let op. Daar gaat hij hoor. 1, 2, 3. Ah! Zo. Ja, maar het is natuurlijk ook een komkommersnijdertje. Hey. Wat heb je eigenlijk bij je? Zo, nou zeg. Daar ben ik wel even zoet mee. Kan ik daarop wachten? Tuurlijk, ja. Dat is alleen pas volgende week klaar natuurlijk. Ja. Nauwelijks van de schrik bekomen, begeeft Pierre Dubois zich huiswaarts. En Bollebert eet voor de verandering een keertje gezond